Schildpadden Bodhi en Brick zwemmen binnenkort weer in de oceaan. De afgelopen maanden werden ze verzorgd in diergaarde Blijdorp in Rotterdam. We hebben ze gevangen, we hebben ze gewogen, we hebben ze gemeten. Kijken of ze gegroeid zijn in de tussentijd. Wat ik nu gezien heb, zijn ze helemaal gezond. De dikkopschildpadden werden eind vorig jaar gevonden op Nederlandse stranden. Er spoelden toen meer tropische zeeschildpadden aan. Een deel kwam waarschijnlijk hier vandaan, de Golf van Mexico. Door bepaalde stromingen zijn ze onze kant op gekomen. Bodhi en Brick leefden waarschijnlijk in de oceaan en zijn op een of andere manier in de Noordzee beland. Door de kou konden ze niet meer goed bewegen en spoelden ze aan op het strand in Nederland. Brick had allemaal schelpen op zijn rug die er voorzichtig afgehaald zijn. Daarna ging hij naar een opvang in Rotterdam. Ook de andere gevonden schildpadden gingen hier naartoe. Dit is Bodhi. Die krijgt antibiotica. Die krijgt wat vocht en wat glucose. Vandaag voor de laatste keer, want het gaat hartstikke goed met hem. Dus hij krijgt nog één keer een injectie. Sommige van de gevonden schildpadden zijn helaas doodgegaan. Maar met Bodhi en Brick gaat het dus zo goed dat ze vrijgelaten worden. Ze hebben een chip gekregen, zodat verzorgers de dieren wel goed in de gaten kunnen blijven houden. Bovendien, om van buitenaf ook te zien wie wie is, hebben ze alle twee een rode stip op het schild gekregen. Dit weekend worden de dikkop schildpadden losgelaten in zee. Hier hebben we met het hele team hard aan gewerkt vanaf dat de schildpadden hier binnenkwamen. En dat we ze uiteindelijk gezond genoeg bevinden om ze ernaar uit te zetten. En dat punt hebben we nu met z'n allen hebben we dat bereikt en daar zijn we ontzettend trots op.